Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor de CAO voor het voortgezet onderwijs. En daar willen we nu een aantal zaken over toelichten. Wat staat er in het akkoord? We hebben een structurele loonsverhoging van 1,5% afgesproken. Die gaat in op 1 oktober. Daarnaast hebben we een ophoging van de eindejaarsuitkering met 0,33%. Zo krijgen we een volledige 13e maand. Daarnaast hebben we een eenmalige uitkering van €800. En die is bruto naar rato. En die is vooral heel interessant voor de wat lagere salarisschalen. Nou, is dit voldoende? Nee, niemand staat hierbij te juichen. Maar dit is wel de loonruimte die beschikbaar is gesteld vanuit Den Haag. Er is natuurlijk veel meer nodig. We moeten structurele investeringen krijgen en daar gaan we nu ook heel hard actie voor voeren. Waarom hebben we er toch voor gekozen dit akkoord te ondertekenen? Dat heeft te maken met dat het geld wat er is, willen we heel graag doorgeven aan jullie als onderwijspersoneel. En als we die afspraak niet maken, zijn we bang dat het geld weglekt in de lumpsum. Hoe gaan we nu verder? Er zit een ledenpeiling in jullie mail en jullie hebben het laatste woord. Op 27 oktober hebben we ook een ledenbijeenkomst, een online ledenbijeenkomst waar je voor kunt inschrijven en waar we meer uitleg geven. Op 2 november sluit de ledenpeiling en dan weten we ook of jullie akkoord zijn gegaan hiermee en hoe we ook verder gaan. Uiteraard komen we bij jullie terug met de uitslag van onze peiling en zullen we jullie op de hoogte stellen van de vervolgacties. En die zijn nodig, dus we rekenen op jullie.